Met nog 2 weken te gaan tot de verkiezingen op 15 maart zijn alle gemeenten inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de stemlocaties. Alle stembureaus in de regio Nijmegen hebben voldoende bureauleden. Per locatie verschilt het hoeveel leden en tellers dat zijn. Gemiddeld zijn de stemmetellers zo'n 3 tot 4 uur bezig. Alleen voor de gemeente Bergendal en Mook-Middelaar geldt dat tellers overdag ook aanwezig zijn op het stembureau. Ook de achtergrond van de tellers verschilt per gemeente. Zo wordt in Beuning en Heumen geen specifieke eisen gesteld aan de tellers, behalve dat ze 18 jaar moeten zijn, terwijl ze in Druten en Mook en Middelaar een speciale training gevolgd moeten hebben. De tellers zijn voornamelijk eigen ambtenaren en studenten. En verder wordt ervaring bij eerdere verkiezingen op prijs gesteld. Tellers kunnen zich in de gemeente Bergendal het rijksrekenen. Daar krijgen ze €125. Maar daarvoor moeten ze overdag ook een dagdeel aanwezig zijn op het stembureau. Op de tweede plaats staat de gemeente Mook en Middelaar met €100 per persoon. Druten en Heumen staan op de derde plek. Daar krijgt de teller €15 per uur in Heumen of €55 in Druten. In de andere gemeenten krijgen tellers €25 tot €30. Het is een oude katholieke traditie, het askruisje na afloop van de carnavalsdagen. In Groesbeek is deze traditie nog lang niet verdwenen. Daar staan de carnavalisten in de rij om zo'n askruisje te halen. Carnaval is een feest van verbondenheid, vriendschap. Maar dus de 40 dagen tijd die met de aswoensdag begint en doorloopt tot Pasen is ja, een bezinning op ons mens zijn. Dat we nog meer mens worden naar het beeld van God. Nou, hoe ver het leeft, ja, goed, dat zie je dan in de betrokkenheid, in de vieringen. Dat is niet zo heel veel, maar carnaval, dat zit hier nog heel erg goed in het bloed. En ik hoop dat dat ook een beetje gaat doorwerken naar de beleving van de aswoensdag en de hele 40 dagen tijd, zeg maar. We konden vanavond zo'n 100 mensen verwachten, maar er kunnen er 50 zijn, er kunnen er 200 zijn, dus we zien het wel. Nou, vanavond wil ik dus heel graag ook zeggen dat waar het om gaat, denk ik, in ons leven, dat we vooral mens zijn, dat we goed zijn voor anderen. En dat we dan ook in onszelf kijken, diep in onszelf kijken. En als we diep in onszelf kijken, dan kijken we denk ik ook wel in de ogen van God en dan zijn we religieus. Vandaag is Nationale Complimentendag. Dus vroegen wij de Nijmegenaar, wie wil jij een complimentje geven? Hi Jasmijn, via de televisie ga ik je een compliment maken. Ik vind dat je het geweldig doet. Remigreren is niet makkelijk, maar je hebt het wel allemaal geklaard. Ik hou van je, lieverd. Dan mijn vrouw maar. Die is vandaag met mij aan het winkelen hier in de stad. En daardoor lukt het van allemaal wel aardig. Ja, dus voor haar hartelijk dank. Ik wil een complimentje geven aan mijn 2 zonen, Joël en Koert, die heel geïnteresseerd waren in het museum Velorama hier in Nijmegen, wat we vandaag aan het bezoeken zijn. Mijn broertje. Ik ben super trots op hem. Hij doet de koksopleiding en het bevalt hem heel erg goed. En hij kan heerlijk koken. Ma, je bent de beste moeder van heel Nederland. Ik zou graag mijn moeder een compliment willen maken, omdat ze 31 december heeft haar heup gebroken. En nu loopt ze binnen 2 maanden alweer helemaal rond hier in Nijmegen. Ik vind dat ze dat heel knap doet. De enigste prinses van België en omstreken. Ze staat hier naast mij. Het is niet prinses Mathilde, maar het is prinses Sophie. Dus de enigste prinses van België en omstreken. Aan alle veteranen, bedankt voor al jullie werk wat jullie ooit geleverd hebben. Dankjewel. Nou. Ik zou graag een compliment willen geven van Vera, omdat ik weet dat ze heel hard werkt en dat ze heel hard haar best doet om haar hoofd boven water te houden. Ik wil even een compliment geven aan al mijn vrienden, onder andere Myrthe, Roos, Vera, Luna, Alois, Jeroen, Huub, Niek. Gewoon dat jullie er altijd voor me zijn, ook als het wat minder goed met me gaat. En ja, daarvoor wil ik jullie heel erg bedanken en ook een complimentje geven. Ik wil graag een compliment geven aan het meisje dat bij Freddy's werkt, waar we nu zitten. Want ze is gewoon een super lief meisje en ze is een super gezellig horecapersoon en ze doet altijd alles leuk en gezellig. Nou, ik wil graag een compliment geven aan mijn smaakrijke collega's, omdat ze altijd super leuk zijn om mee te werken. En we eigenlijk altijd voor elkaar klaarstaan. En daar ben ik wel heel blij mee. Bedankt voor alle medewerking, je hebt hoop geleerd. En ik denk dat het wel goed komt met de escape rooms hier in Nijmegen.
Dus doe je best en tot de volgende keer.